Is dit een bijzondere dag voor u? Ja, want het is de eerste keer dat ik voorzitter ben. En überhaupt de eerste keer dat ik een stembureau beman. Er was een oproep, want ze hadden extra mensen nodig. Er zijn veel meer stembureaus dan normaal. En daar heb ik gehoor aan gegeven. Ik werk op dinsdag nog. En, en woensdag ook. Dus dit kwam er gewoon goed uit. Nou, ik vind het ontzettend attent dat er nog zo'n tent is gebouwd. En dat we niet helemaal... Ja, ik heb geen moeite met lopen, maar mijn man wel. En anders hadden we naar de Petruskerk gemoeten of zo. Dus nee, ik vind het allemaal heel goed. We merken wel dat het bij de meeste bureaus vandaag rustig is. Dat heb je ook hier gezien. In de binnenstad is het wat drukker bij de bibliotheek. Maar bij de meeste bureaus die vandaag geopend zijn... Is het vrij rustig, wat natuurlijk ook bedoeld was om de kwetsbare kiezers rustig en veilig te kunnen laten stemmen. Zijn jullie klaar met je telefoon? Dan gaan we! Hallo Leiden! Waarom staan jullie hier? Ja, voor de lol. Voor de lol? Een beetje lachen, ja. Jullie stemmen geen FVD? Nee. Heel weinig mensen hier, hoor. De maatregelen die genomen worden zijn vrij ongegrond. Het is inmiddels duidelijk dat hoe minder gevaarlijk het virus blijkt te zijn, hoe heftiger de maatregelen worden genomen. En ja, dat slaat nergens op. Ik vind dat geschift eigenlijk. Ik sta hier omdat ik eigenlijk voor mijn kleinkinderen hier sta. Ik wil van alle kanten en iedereen zijn goed recht. Maar ik denk dat dit voor ons op dit moment de juiste advies is, de juiste keuze is. Hi. Goedemiddag, meneer Baudin. Hoe is het om weer terug om in Leiden te zijn? Heerlijk, prachtige stad. Ja. Bent u blij met de opkomst vandaag? Waanzinnig. Ja, het is spijtig dat we niet nog veel grotere events mogen organiseren. Je ziet met dranghekken, mensen worden tegengehouden. Maar de energie is enorm. En Nederland doorziet het machtsspel van de kartelpartijen en wil weer vrij. En wij zijn de partij die dat gaat doen. Ze staan hier achter anders wel te demonstreren tegen fascisme, racisme, seksisme. Ja, dat moeten ze nog maar eens uitleggen hoe je tegen de lockdown zijn en vrijheid terug willen een vorm van fascisme is. Het is echt belachelijk. Ja, Thierry met zijn toch antisemitische uitspraken in groepschat en racistische uitspraken. Die gaat ook redelijk die fascistische kant op. En daar willen wij een tegengeluid tegen maken. Want het is al erg genoeg dat dat in het verleden is gebeurd. Er zijn zoveel mensen aan dood gegaan aan het fascisme. En dat moet niet herhaald worden. Nou, het verkiezing is altijd het feest van de democratie en nu dit jaar ook eindelijk voor Peter Waalboer. Want jij hebt ook nu vandaag voor het eerst echt kunnen stemmen, nietwaar Peter? Jazeker, ik heb net voor het eerst van mijn leven zelfstandig een stem uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezingen en voor het referendum. Dus het is inderdaad een feestje. En hoe ging dat? Nou, het was allemaal erg wennen. Ik vond het ook best wel spannend. Maar we zijn ontzettend netjes geholpen door een meneer van het stembureau die het stembiljet in een speciale mal heeft gelegd. En door die mal konden wij voelen waar de gaatjes zaten van de stemmal. En daaronder zitten dan de vakjes van het stembiljet. En daardoor heb ik dus nu zelf het juiste vakje kunnen vinden en daar mijn potlood in kunnen zetten. En heb ik het juiste partij en de juiste persoon kunnen kiezen. En ook voor het referendum, hoe ging dat? Was dat moeilijk of om te vinden wat je nou waar moest doen? Nee, die was nog veel makkelijker. Daar zaten maar twee gaatjes in. En daar stond een grote voelbare V van voor en een grote voelbare T van tegen. Dus dat was niet te missen. Kirsten Veldhoen, jij bent helemaal vanuit Oegstgeest naar Leiden gekomen om hier te stemmen. Waarom? Nou, ik... Door mijn inzet als vrijwilliger op het verenigingsbureau van de Oogvereniging ben ik betrokken geraakt bij het project met de stemmal. En daardoor was ik zo ontzettend nieuwsgierig geraakt om hem zelf ook een keer te gebruiken en te luisteren wat de soundbox allemaal kon vertellen en wat voor instructie die gaf. Dat ik dat toch echt wel heel graag zelf wilde proberen. Dus daarom wilde ik echt graag, plus dat ik ook... Al de 18 jaar dat ik zelf al stemrecht heb,
inderdaad ook nog nooit zelfstandig mijn stem heb kunnen uitbrengen, wilde ik dat gewoon heel graag proberen. Want hoe ging dat dan bij eerdere verkiezingen? Hoe pakte je dat dan aan? Dan nam ik altijd mijn vader mee. En dan moesten we vragen aan de mensen aan de stembureauleden of het goed was dat mijn vader mij hielp. En dat was eigenlijk altijd goed, gelukkig. En later, toen ik in Oegstgeest ging wonen, heb ik het vaak ook aan de stembureauleden zelf gevraagd of ze mij wilden helpen. En dat was eigenlijk ook altijd goed. Dus er was niet echt een probleem. Maar je hebt toch het gevoel inderdaad dat iemand je per se moet helpen. En het is toch ook wel eens een keer leuk om het helemaal zelf te doen. Dus echt een feestje voor de democratie vandaag? Nou ja, vind ik eigenlijk wel. Ja, zeker. Ja, en het is gewoon ook goed inderdaad voor het gevoel van zelfstandigheid van mensen met een visuele beperking als ze dit ook zelf kunnen. In Sporthal De Zijl worden aan lange tafels stemmen geteld. We praten met Menno Geltink van het team verkiezingen van de gemeente Leiden. Ja, ik zie dat ze al druk bezig zijn de stemmen te tellen. Ik zie allemaal stembussen staan. Komen die nou rechtstreeks van een stembureau? Nee, dit zijn de stembussen die komen van de bureaus waar gisteren is gestemd. En hoe werkt dat concreet? Die bussen worden hier opengemaakt denk ik op de een of andere manier. En dan? Ja, dan niet op de een of andere manier. Gewoon met een sleutel in een slotje. En vervolgens worden ze geleegd op de tafels. We hebben tussen de 60 en 70 studenten hier achter mij zitten. En die tellen alle stemmen. We tellen alles twee keer hè, met het vier ogen principe. En dan hebben we een uitslag. En die wordt vervolgens dan weer op het PV opgenomen. Proces verbaal. Dat dinsdag, gisteren dus, al voor de helft is ingevuld door de stembureaus op de locaties in de stad. Een van de stemmentellers is Fenno Nooy. En hoe gaat het precies in zijn werk? Nou, we hebben eerst de stembus opengehaald. Daar hebben we de stemmingen uitgeteld. En hebben we hier de voor- en tegens geteld. En de blanco en de ongeldig worden aan het begin van de tafel bij elkaar verzameld. Vervolgens hebben we gecontroleerd hoeveel er van elk zijn. En zijn we één tafel hebben alles doorgegeven. Om te kijken naar of de stemming inderdaad goed geteld is geweest door alle partijen. Dat is vrij overzichtelijk, maar straks met de Tweede Kamerverkiezingen wordt het ingewikkelder, denk ik. Ja, dat gaan we zo meteen nog even zien. Ik moet eerlijk toegeven, dit is ook de eerste keer dat ik het doe. Dus ik heb nog niet een heel erg goed idee hoe dat eruit gaat zien. Maar daar komen we vanzelf achter. Wat ik wel weet is dat we ze eerst splitsen op oneven en even partijen. Vervolgens gaan we ze splitsen op partijen en daarna gaan we de voorkeurstemmen gaan betellen. Dus dat wordt in verschillende sessies wordt dat gedaan, als het ware. Niet dat je ze in één keer moet gaan splitsen. Ik heb het niet bedacht, maar zo is het ons uitgelegd. En dat blijkt ervoor te zorgen dat het efficiënter gaat. En ik kan me ook wel voorstellen dat dat efficiënter gaat. Voorlopig zijn ze nog druk aan het tellen. Het gaat in de kern eigenlijk om dit trapveldje. Dat zou moeten verdwijnen omdat de hockeyclub Roomburg, hier iets verderop, uit zijn jasje groeit en eigenlijk een vierde veld nodig heeft. De gemeente Leiden heeft een plan gemaakt voor een herrichting van het hele park, zodat dat vierde veld er kan komen. De speeltuin schuift dan een stukje op en uiteindelijk komen er meer bomen terug dan er nu staan. Maar een groot deel van de buurt verzet zich fel tegen die plannen, omdat ze het huidige park met zijn biodiversiteit willen behouden. Bent u voor of tegen? Tegen. Tegen, en waarom? Omdat alles overhoop wordt gehaald, al die oude bomen gaan er allemaal uit en het wordt er niet beter op. Ik woon hier ook in de buurt en ik heb er heel veel zin in, dus ik ben blij met de herinrichting van het gebied hier. En zeker dat een nieuwe aanplant van bomen. En wat vindt u ervan dat er nou een referendum over is? Referendum is ultieme democratie natuurlijk. Dus daar ben ik wel voor. Maar de mensen in de Stevenshof of in Leiden-Noord, die hebben niet zoveel met Roomburg. Nee, weet ik. Maar die gaan wel gewoon over de uitgaven van Leiden. Dus daarom vind ik het een goed ding. Ik ben tegen. Tegen. En waarom? Eigenlijk omdat wij het voetbalveldje heel veel zelf gebruiken en we dat heel graag willen houden. En ik vind het een hele hoop geld, wat je misschien op dit moment ook aan hele andere goede doelen kan besteden. En vindt u het dan ook goed dat er een referendum over is? Ja, in dit geval wel, ja. Ook voor de mensen in Leiden-Noord of de Stevenshof? Die, is misschien wat minder relevant voor hun, maar het gaat wel om geld van Leiden. En dat is ook geld van hun. Voor of tegen? Tegen. En waarom? Omdat mijn moeder dat zei. Ben je er zelf wel eens geweest in het park? Nee. Maar jij gaat wel gewoon stemmen? Ik, ja, tuurlijk. Ja.
ja, dat is een zonde, denk ik dan. Ik ga tegenstemmen. En waarom? Sowieso vond ik dat je op social media veel meer informatie tegen dan voor eigenlijk kon vinden. Maar ik heb me er wel enigszins in verdiept. En ik vind een kostenplaatje van 4,4 miljoen voor privébelang van één hockeyclub eigenlijk niet opwegen tegen het missen van het algemene belang van dat park. Ik was voor. Kijk, en kent u het park? Ja, ik vind het een heel mooi park. Maar dat mag wel heringericht worden van u? Ja, tuurlijk. Doen ze hier met de huis ook, dus waarom daar niet? Nederlanders konden de afgelopen dagen weer naar de stembussen. En Leidenaren mochten zelfs twee keer hun stem uitbrengen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen en het referendum over het Roomburger Park. Na 3 dagen stemmen sloten woensdagavond de stembureaus. Wie om 9 uur al in de rij stond, mocht zijn stem nog uitbrengen, maar te laat was echt te laat. In het gebouw in de Kooi in Leiden werd de laatste stem om 8:57 uitgebracht. Hier stonden 10 vrijwilligers klaar om vervolgens de telklus te klaren. Eerst werden alle stempassen geteld om de opkomst te bepalen. In dit stembureau brachten 879 mensen hun stem uit voor het referendum en 1200 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het tellen moet heel precies gebeuren en alles gaat stap voor stap. Nadat de stempassen zijn geteld, is het de beurt aan de stemmen voor het referendum. De voorzitter van het stembureau opent de container en het tellen kan beginnen. Het is een opwarmertje, want vergeleken met de ingewikkelde stembiljetten voor de landelijke verkiezingen zijn de opties voor het referendum beperkt. Voor, tegen, blanco of ongeldig. Als alle stemformulieren zijn gesorteerd, worden ze 2 keer geteld. Of vaker, als het getal niet overeenkomt. De stapels worden bij elkaar opgeteld en de uitslag wordt zo snel mogelijk doorgegeven aan de gemeente. De formulieren die verdwijnen weer in de container, zodat ze altijd nog een keer nageteld kunnen worden. Deze klus is in een uurtje geklaard, maar dan begint het echte werk. 3 containers vol met stembiljetten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Alleen het uitvouwen ervan is al een opgave op zich. In verschillende rondes worden de formulieren gesorteerd en geteld. De eerste fase is het sorteren tussen de even en de oneven lijstnummers. Vervolgens worden de stemmen uitgesplitst per partij. In menselijke treintjes worden de formulieren door de hele zaal naar het juiste bordje getransporteerd. Ook deze stemmen worden weer 2 keer geteld en als de cijfers overeenkomen, worden ze doorgegeven aan de gemeente, zodat de uitslagen op partijniveau zo snel mogelijk bekend worden. Maar voor de tellers zit het werk er nog lang niet op. Ook de stemmen per kandidaat moeten nog worden geturfd. Dat moet dan weer overeenkomen met het partijtotaal en het totaal aantal uitgebrachte stemmen. En als het niet klopt, dan mag het allemaal opnieuw. De 4-jarige Leo is een echte afvalheld. Samen met zijn moeder ruimde hij afval op het schoolplein in de buurt. In de week van de afvalhelden ontving hij uit handen van wethouder Ashley Noord een speciale medaille en een hesje. En hij mocht ook meerijden op de bezemwagen. Wethouder Ashley Noord, je hebt een afvalheld naast je staan. Ja, geweldig. Leo staat naast mij. Dat is de grote afvalheld van Leiden. Die helpt ons heel vaak bij het inzamelen van afval door zelf in zijn straat en in zijn buurt afval te grijpen met een van onze mooie afvalgrijpers. De gemeente die had een soort van prijsvraag bedacht. Hoe zat dat? Ja, precies. We hebben zoveel mogelijk Leidenaars gevraagd. Help ons met het inzamelen van afval. En daar doen ontzettend veel Leidenaars aan mee. Die gaan zelf in hun vrije tijd de straat op om zwerfafval in te zamelen. Ja, en Leo is daar één van. En Leo is 4. En dat is natuurlijk een onwijs compliment waard dat hij zo zijn best doet om afval in te zamelen in onze stad. En dat doet hij ook gewoon heel goed. Dus er kon er maar 1 de winnaar zijn. En dat is de terechte winnaar, Leo. Leo, hoe vind je dat? Je hebt de medaille gekregen van de wethouder. Waar heb je die voor gekregen? Omdat ik afval opruimen kan. Je hebt afval opgeruimd. Waar heb je dat opgeruimd? Het schoolplein. Er waren ook nog planten en daartussen. En toen waren mama en ik bij die planten en daar gingen we afval ook opruimen. Nou, heb jij een mooie medaille gekregen. Maar je mag straks ook nog een hesje aan. En de wethouder die had nog een verrassing voor je. Wat gaan jullie straks nog meer doen? Waar ga je rijden? Waar ga je inrijden? In de veegwagen. Je mag in de veegwagen rijden.
Ruim je nou thuis ook altijd je kamer heel netjes op? Of doe je het alleen buiten op het schoolplein? Buiten het schoolplein. Wat heb je allemaal gevonden op het schoolplein? Papier. Maar bij Artische Kinderen kwam daar, daar lag heel veel glas. Oh, en hoe heb je dat opgeruimd? Dat is wel gevaarlijk. Daar konden... Dat glas kan die een zak opensnijden. Dus dat had mijn mama maar laten liggen. En wat heb je er nog meer gevonden? Heel veel klein papiertjes, maar die zijn in rechthoekje. Maar die had iemand boegelijk laten vallen. En toen je dat opgeruimd had, wat heb je toen gedaan? Die waren heel klein dus, maar nu kon ze wel zien. Maar de mensen wouden het daar wel in een papierbak doen. Maar ze lieten toen op ongeluk vallen, de mensen. Wat vind je daarvan dat mensen het gewoon op de grond gooien? Niet goed. Thank you.